Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt geen idee waarom ik jou aan de lijn heb, hè? Zeker niet. Nou, blijf luisteren, want ik ga het je binnen nu en 30 seconden uitleggen. Rap, 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 tanden. Rap, 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 tanden. Om kwart voor één. Je kunt er niet omheen, je kunt er niet omheen. Nou, eigenlijk kun je er wel omheen, hè? Het is een rotonde. Maar je zegt, je kunt er niet omheen. Maar dat is niet waar, want het is een rotonde. Nou, laat maar. Laat maar, ga maar door. Rob, rob, tanden. Maarten, ik ben Rob van de Radio en ik heb de rotonde voor het Mediapark geadopteerd. En ik heb daar de Robtonde van gemaakt. En daar staan 4 vierkante bordjes op. En iedereen kan iemand aandragen om daarop te prijken. Ah, juist. En via 3fm.nl/Robtonde. En dan komt diegene, hij of zij of iets, of een hond, of voor mij wordt een pot pindakaas, een hele maand, de volgende maand, op de Robtonde te staan. Dus voor het Mediapark op één zo'n bordje. En iemand, Maarten, heeft jou opgegeven. Dat. Oké. Okay. Ja, de vraag is of jij weet wie dat is. Nou, ik heb wel zo'n donkerbruin vermoeden. Wat denk je? Jordi. Waarom? Waarom? Omdat hij altijd dit soort grappen uithaalt. Waarom? Wat is Jordi voor iemand dan? Een goede vriend die graag grappen met anderen uithaalt, volgens mij. Oké, Jordi, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Met deze dat al gelukt. Zeg, waarom moet Maarten helemaal met zijn gezicht op de rotonde in Hilversum? Ja, het is natuurlijk niet alleen Maarten, maar ook Luc. Luc die is binnenkort jarig. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En we zijn goede vrienden. Even voor de mensen die niet Luc kennen, wie is Luc? Zoontje van Maarten. Ah, precies. Ja, ja, vertel. Ja, ga door. Ja, ja, en het is toch leuk om mensen op deze wijze te eren. En waarom heeft Maarten dat zo verdiend dan, Jordi? Ja, gewoon omdat we goede vrienden zijn. We doen leuke dingen. Volgens mij hebben we het altijd naar onze zin. Dus ja, dat. Vriendschap wordt gewaardeerd, Maarten. Zeker weten. Kan ik spreken van een bromance? Ja, zeker. Gaan jullie, is het de bierreclame? Samen pils drinken, samen vissen? Ja, zo'n beetje wel. Oh, nou, top zeg. Nou, binnenkort gaan we ook samen bier maken, dus dat komt goed uit. Oh, bier maken zelfs? Nou, ja. Doe maar. Maarten, ik kan je vertellen dat jij met een foto die Jordi heeft uitgezocht de hele maand juli te zien bent op de rotonde in Hilversum. Oh, fijn. Zoek een leuke foto uit en heb het goed met elkaar. Vriendschap, mooi. Top, dankjewel. Iemand aanmelden voor de Robtonde? Ga naar 3fm.nl/Robtonde. Rob, 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 rob.